technisch zijn we denk ik bijna gelijk. Ik heb denk ik een iets grotere motor, omdat ik toch meer etappekoersen rijd en een betere wegrenner ben. En ik denk omdat ik echt vol kan gaan door de blubber en dat ik door de blubber iets sterker ben, denk ik. Want de hele snelle parcours, dan is hij technisch een klein beetje beter, dus dan moet ik het soms afleggen. Together we will rise above all these words and promises we couldn't keep. Hoeveel crossen heb je al gereden dit jaar? Momenteel 6. Is dat niet te weinig met het oog op het WK? Nee, ik denk het niet. Ik heb heel erg hard getraind. Ik heb ook gewoon een goede inhoud en wedstrijdritme heb ik nu ook, denk ik. En op de trainingen kun je dat ook aanpassen. Dus het gaat allemaal heel erg goed en ik denk niet dat we ver van elkaar schelen. Together we'll rise. Wie wordt wereldkampioen? Hopelijk Luisboom. En tweede? Stiba. En derde? Niels. Je zet hem pas op de derde plaats. Ja, ik kan het zien. Hè.